Nou was het dit jaar 26 april en toen gebeurde er iets. Wat was er toen aan de hand? Want jij was gewoon aan het werk in de praktijk. Ja, ik was aan het werken in de praktijk ongeveer 11:45 toen een collega plots binnenkwam dat ik even snel moest komen. En op een gebiedende manier dat ik eigenlijk een beetje schrok, wat is er aan de hand? Dus ik vroeg aan de patiënt die op tafel lag of hij het goed vond dat ik even wegging. En toen liep ik mijn behandelkamer uit en de wachtkamer in en toen ging de voordeur open en dan stond de burgemeester te lachen. Vol ornaat, met keten om of ketting om. Gert-Jan Cats. Ja. En die zei, dag Arie. En toen flitste toen wist je in één keer van, hé, er is iets aan. Ja, die kon niet zomaar. Nee. Ja. En toen werd jij ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, klopt. Ja. Ridder word je niet zomaar, want we hebben een eindredacteur die is lid van Oranje Nassau geworden. Maar dat moet je anders zien, Jan. Dat is, voor mij is dat allemaal hetzelfde. Alleen omdat ik dingen heb gedaan voor de Zwembond en daar ook internationaal ben weg geweest. En landelijk zit nog in de medische adviescommissie van de Zwembond. En om die reden kan je dan ridder worden. Dus, okay. Dus dat, heel veel mensen hebben dat gezien, dat ik een hogere onderscheiding had dan de rest van VNL. Ja. Absoluut niet waar. Absoluut niet waar. Het komt alleen omdat het werkgebied wat groter was dan wat breder alleen, is, ja. Alleen lokaal. Ja. Ja. Ik was zeer verrast, ook zeer vereerd, want ik weet, ik heb het zelf ook wel eens aangevraagd, of twee keer zelfs voor iemand. Het is heel veel werk en je krijgt het niet als je het niet verdient. Maar ik heb wel steeds de kanttekening. Er zijn heel veel mensen die heel veel goede dingen doen en die krijgen geen lintje omdat het niet voor ze wordt aangevraagd. Dus ik zeg altijd, in mijn lintje delen heel veel andere mensen mogen daarin meedelen. Ja, dat is ook goed voor de luisteraar als je in je omgeving iemand hebt die echt goed werk doet voor de omgeving. Dan dat je dat echt serieus moet overwegen om dat proces te starten. Hè? Precies. Het is onze burgemeester die heeft dat ook nog eens duidelijk gezegd van jongens, let op. Ja. Ja. Nou, dat is toch wel leuk. Ja. Maar ik ben er niet door veranderd, Jan. Maar dat is ook wel. Wat mij verbaasd heeft, dat heel veel mensen het dus wisten, want mijn hele agenda was leeggemaakt. Toevallig, en de volgende dag kwamen er in een soort drive-thru, hadden de kinderen georganiseerd, allemaal mensen voorbij, elk kwartier. En ik wist echt helemaal van niks. Nou, en dat is voor mij wat, want ik... Dat is bijzonder. Jij weet dat altijd alles. Ja, ik heb graag... touwtjes in handen, ja. Ja, ja. Nou ja, en nou nog een paar jaar naar je pensioen toe. Wat ga je dan doen? Je zit ook vaak in Friesland. Ja, wij hebben een heerlijk stekje in Friesland met een bootje. Daar komen we graag. Dat geeft ook de rust in het hectische bestaan. Mm-hmm. Ik heb heel veel plannen, Jan. Ik wil met jou een keer gegolven. Kijk, hebben we heel lang geleden ook alles gedaan. Ja, hè? Ja, maar... nou, we hebben een piano staan in de kamer en daar wordt niet op gespeeld. Dus dat is een van ideeën om toch eens kijken of ik daar nog iets voor muziek uit kan krijgen. En misschien wat pianoles gaan nemen. Ik heb pas tegen Monique gezegd, ik denk dat ik een kookcursus ga volgen. Om eens wat vaker te gaan koken, want dat doe ik bijna nooit. Ik heel af en toe koken wel eens een keer in het weekend. Maar als de barbecue aanstaat, dan mag ik het altijd doen. Maar, ja. Maar ik heb wel wat plannen. Wel duidelijke plannen. En verder, de dingen die ik nu al doe, die ga ik in mijn vrije tijd, die ga ik misschien wat meer doen. Hartstikke leuk.